Kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Jongens, van harte welkom. We gaan weer lekker verder waar we natuurlijk de vorige keer waren gebleven. Dus dat komt weer helemaal goed. Ik heb uiteindelijk een 9 gemaakt. We gaan net zo'n grote cellen maken als deze dus. Dus dat gaan we dus hier doen. Ja, maar voordat we dat is, moet ik zo'n stroom... kabeltje maken en die ga ik hier aan deze kant neerzetten. Dat kost zelf 5000, dus dan moeten we hier en daar wat dingetjes gaan verkopen. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Kijk, dan hebben we in ieder geval genoeg om in ieder geval die stroomkracht dingen aan te sluiten. Kijk hoe dat hij die stroom natuurlijk nog niet heeft. Wat is dit ding? 1500, dat is wel een heleboel. 3000. Nou, laten we hem hier. Dat is ook goed. Dan, ja. Dat komt helemaal goed. Ik wil nog wat gaan doen. Ja, ik wil die camera's aan me nu in ieder geval gaan ophangen. Want dit zijn nummer 2. Dan moeten we even daarmee doorgaan. Dit is 5, 6. En dat is 8. En dan doe ik deze nog. 1. Dat is 2. Zes. Zeven. En dan wordt dat nummertje 8. Goed. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Dan hebben ze overal camera's.
De vloeren en zo, dat komt nog wel, want we zijn namelijk niet helemaal klaar met de vloeren. Zo is hier. Alleen die werkplaats gedaan. En natuurlijk hebben we hier van alles nog gedaan, maar zoals hier bij die klaslokaal, beveiliging moet nog. Hier trouwens nog ook. Maar dat komt nog wel. Kan ik iets. Mijn anime is ook al. Daar wil ik heel even mee wachten. 15.000, daar wil ik. Ja. Moet maar eventjes naar gaan kijken. Zet dit even zo neer en dan komt die stroom, dat komt nog wel. Ik wacht tot al 12 uur, eens kijken of er wat min afgaat of erbij. Plus 5.000, maar weer min 10.000. Dus nou nog op min 5.000, dus dat is een hele hoop. Zo worden die dan niet daar. Kunnen die niet op de inzamel opzetten? Wel toch? Kijk hier, dit is voor iedereen. Die kunnen ook. Goed. Ik ben zelf verbaasd om 2 van de 10.
die toch heel even nog een keer opzetten. Wat is die klaslokaal? Die hebben we niet meer. Ah ja. Maar dat is die. Handbalveiligheid. Basisonderwijs. En nog een keer. Hoe lang duurt dat? Van 8 tot 10. Klasse van 8 tot 11. Van 10 tot 1. Klas van 1 tot 4, dus dat is die. Ja, van 10 tot 1. Dan moet er nu als het goed is 3 hebben. Dit is 1. 10 tot 1, maar die moet dus nog een keer van 10 tot 1. Van 8 tot 11, klopt. Maar omdat wij hier natuurlijk... Ja, en die wil ik ook nog een keer. Kijken. 11 tot 1, dan tot 6. Oké. Ik denk dat het zo nu goed staat. Dat wilde ik eventjes gaan kijken. Maar het is nog 's nachts, dus dit ja, dat is wel wat jammer, maar ja. Dat maakt niet uit, dus we moeten het even snel aan doen. Maar weer vandaag weer ongeveer een half uurtje, dus dat is niet zo ramp.
met de rest van het hout gebeurd? Dat vraag ik me af. Hier ligt er een paar. Maar ook niet echt veel, hè. Goed, min 4. Oeh, dat raadt hij me net, hè. Met dit dat dak op nog wel. Maar ik wil sowieso eerst even al die stroomstukken hier hebben, dan weet ik dat zeker. Laat misschien nog een subsidie en daarvan dan gaan we natuurlijk het geld voor de vloer, hè. Niks. Oh, nu gaan ze, nou hoef je ook niet te komen. Dit was goed. Kijk, want die gaat er al toe. Goed. Al die vuilniszakken die kunnen meegenomen worden. Dan wachten we even. Wat doet die gast hier? Ja, slapen. Opzetten, 6 uur. Maar alles zit natuurlijk vol. Ik heb vanzelf al.
dat is eigenlijk niet de bedoeling. Oh goed. Je moet door die deur in een muur verplaatsen. Die bomen staan er en die bomen dan. Goed, we moeten toch even wat snelheid gaan maken. Min 5000. Wat ik wel zeg maar kan doen is wat dingen hier gaan verkopen en dan kunnen we daarna kijken wat we dan eventueel kunnen aanpassen. Dat is gelukt. Deze kant hier toch ook best wel veel. Kijk, reparatie 657. Dus dat is dus al een hele hoop. Twee mensen en hier ja, toch wel een heleboel. Dus dat is goed. De volgende die zit nu hier. Kijk. Dus dat is goed. Wat ik ga doen is dus deze deur uithalen. Het is misschien wat beter, een hek. Kijk, ik ga die er al nu nog in plaatsen. Dat betekent dus dat het eigenlijk hier gelijk geen kant meer op kunnen en dat ze dat echt via deze deur. Je kunt het niet meer door, je moet dus echt nu via deze deur erin.
gaat goed. Kijk nog heel even naar Secret 2, maar daar is dus niemand ervoor. Dan hebben we natuurlijk ook die programma's. Hier zit iedereen daar. Dat wel die platen allemaal komen. Dus dan hebben ze wel iets. Well. Ik ga wel eens even kijken. Het personeel. Honden. Cops. Dat hij al helemaal alleen is. Ik ga er zo bij laten hoor. Ik wil gewoon even wachten tot bij de wat werk hier heb, kunnen we tenminste een beetje door. Landbouwveiligheid. Er gaat wel wat geld omhoog, maar ook niet zo heel veel. Hè? Kijk. Ik moet het niet zien. Kijk eens aan, we hebben 2000, dus er komen wel wat mensen weer aan. Daar wil ik dus wel. Dit van maken nu. Is nog eentje vrijgelaten of nog? Kijk. Ook gaat vooral nog één. Maar daar had het geld voor. Dus als ze echt wakker zijn, dan kijk ik thuis uit.
Ja, die is vrijgelaten. En die gooi ze kruipt niet in. Ja. Hij hier. Je hebt een groot probleem nu. Je hebt hem gewoon doodgeslagen. Dat is goed. Ik kan de aanhaal er nog eentje erbij zetten. Dan ga ik natuurlijk maandag komen, dat is weer een nieuwe gevangene erbij. Maar voordat ze verder gaan, dit dus allemaal verkopen en van dat geld, daar ga ik de vloeren verder in aanleggen. En dan gaan we kijken welke dat gaat worden. Ik denk de gangen, dat is het beste. Gedoe hier. Goed. Ik ga trouwens ook heel even kijken. Dat we in ieder geval tunnels gaan verwijderen. Dus gewoon weer klaar. Dit gaat ook
maar met 3 doen. Dus eentje, dat is genoeg. Ik ga je echt bijna, want het is bijna zelfs meer dan 35 minuten. Dat is eigenlijk iets te lang. Maar dat maakt niet uit. Wij zien elkaar natuurlijk morgen weer terug. Dan iets korter. Dan gaan we natuurlijk een grote onderzoek, grondelijke onderzoek doen. Aan het goed geld wat we nog natuurlijk over hebben. Daar gaan wij dus de vloer erin maken. Laten we dat elke week proberen. Gewoon echt meteen de vloeren te doen. Dan is dat ook meteen gedaan. Weet je wel goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!